Hoewel het ministerie van Openbare Werken een overschot heeft aan ambtenaren, probeert minister Riyad Noor Mohammed ervoor te zorgen dat iedereen werk heeft. In bepaalde districten gaat dat wat moeilijk, gezien er onvoldoende werkmiddelen zijn. Volgens de bewindsman is er binnen het ministerie een kleine groep ambtenaren die niet wil werken. Er rest dan geen andere keus dan hen te bedanken, meent Noor Mohammed. Die moeten iets anders gaan doen. Maar ik ben geen voorstander om mensen zomaar weg te sturen. Iedereen kan iets doen namens OW in zijn omgeving. Toch? En in sommige districten werkt het heel goed. Saramaka komen we in en helpen alle ambtenaren heel goed. Dus dat is het objectief dat we voor iedereen wat op maat zullen vinden. Noor Mohammed zegt dat vanaf zijn aantreden door zijn gevoerde beleid het ambtenarenkorps bij openbare werken afneemt.